Breda Nu. Breda in Beweging wordt mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Goeiedag, ik ben Jort. De kans is groot dat u deze weken meer thuis zit dan gebruikelijk en minder beweegt. Het is bekend dat op het moment dat we minder bewegen, onze spierkracht en conditie sneller achteruit gaan. En daarom is het van belang om nu in beweging te komen. Wij gaan u daarbij helpen door u dagelijks een beweegprogramma aan te bieden. Dit programma zullen wij u laten zien vanaf 11 uur, meerdere keren op een dag. Gaan de oefeningen niet zoals het moet of vindt u ze moeilijk? Dat maakt niet uit. Doe gewoon wat u kunt. Ga er niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Heel veel succes en vooral veel plezier. Oké, goedemorgen bij Beweeg je in Breda. Ik ben Anne en naast u zitten mij Tim staan en Nigel. Vandaag gaat Tim de wat makkelijkere variant uitvoeren en Nigel de wat uitdagender. En ik ga gewoon de oefeningen normaal uitvoeren. Wat u vandaag nodig heeft is alleen een flesje water. Zorg ervoor dat u genoeg ruimte heeft om eventueel te kunnen bewegen. Dus zorg ervoor dat u de tafel wat opzij schuift en eventueel een stoel bij de hand heeft. Dus laten we gewoon lekker gaan beginnen met de eerste beweegmoment van de week. Oké, vanaf nu beginnen we met de rustpositie. Hierin komen we altijd terug, dus stap op de plaats. We beginnen zo meteen met een warm-up. Dan hebben we een stukje voor de algehele kracht. En vervolgens een cooling-down. Alle oefeningen gaan 30 seconden duren. Dus de warm-up gaat 2 keer 30 seconden. De eerste oefening is de jumping jack. Dat is deze. Komt die 30 seconden. Keurig. Haal vol, netjes. Goed, goed. En let op. We zijn bijna op de helft. Haal vol. Kaka. Keurig. We zijn er bijna. Goed. Nog 10 seconden. Oké. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Stap op de plaats. Oké, de volgende oefening is eigenlijk hetzelfde. Alleen gaan we de knieën wat hoger trekken. 3, 2, 1 en kom. Goed die armen mee bewegen. Ja, netjes. Keurig. En we zijn alweer 20 seconden bezig. Goed. Hou vol. Netjes, zijn op de helft. Keurig. 10 seconden. Goed, goed, goed. Nog 5. 3, 2, 1. En rust. Stap op de plaats. De volgende oefening is hakkenbillen. Dus we trekken de hakken naar de billen. Ja, start te maken. Goed. Keurig. Hou vol. Netjes. U merkt waarschijnlijk al dat uw ademhaling wat sneller gaat worden. Dus dat is een goed teken. Zit op de helft. Keurig. 10 seconden nog. Nog 5. Keurig. 3, 2, 1. En weer stap op de plaats. Dan gaan we zo weer terug naar de jumping jack. 3, 2, 1 en start de wacht. Netjes. Dit wordt de tweede ronde van de warm-up. 20 seconden nog. Goed. Hou vol. 15 seconden nog. Keurig. Goed, goed, goed. 8 seconden, haal vol. We zijn er bijna. 3, 2, 1. En weer stap op de plaats. De volgende oefening was weer het knieën. Als u dit nou te zwaar gaat vinden, pakt u wat eerder rust. En klaar. Knieën. Goed. Netjes. Haal vol. We zijn er voor 20 seconden. Goed. En we zitten op de helft. Haal vol. 10 seconden. Keurig. 3, 2, 1. En weer stap op de plaats.
volgende oefening, laatste oefening, is het pakken billen. 3, 2, 1 en start hem maar. Trek die hakken goed naar de billen toe. Laatste oefening voor de warming-up. Keurig. Als u merkt dat het wat te zwaar wordt, kunt u alvast even een rust pakken. Want we gaan zo beginnen met de krachtoefeningen. Daarbij heeft u het flesje water nodig. 3, 2, 1 en rust. Stap op de plaats. Pakt u het flesje water. En dan gaan we deze beweging doen. 3, 2, 1 en start. Dus u zaagt goed langs het lichaam. En rustig terug. Niet helemaal open draaien. Nee, langs het lichaam zagen. En dan wisselen we van kant. Dus ja, zaag goed langs het lichaam. Netjes. Dus let op de schouders ook laag. Keurig. 3, 2, 1. En weer stap op de plaats. Mag u het flesje wegzetten? En gaan we zo meteen een oefening voor de kuiten. Gaan we op de tenen staan. 3, 2, 1 en start de wagen. De kuiten. Goed op de tenen. En langzaam terug. Goed. Dus ook een stukje voor de balans. Just. Zijn er 10 seconden nog. Goed. Hou vol, hou vol. Ze gaan een beetje branden nu. 3, 2, 1 en rust. De volgende oefening is zo meteen op de stoel gaan zitten. Deze, net als op. 3, 2, 1. Als u dit nou te makkelijk vindt, kunt u gaan springen zoals Nigel doet. En als u het wat moeilijker vindt, kunt u eventueel met steun omhoog komen uit de stoel. Hou vol. Laatste 10. Keurig. Goed, goed, goed. 5. 3. 2. 1. En stap op de plaats. Volgende oefening is eentje voor de buik. U gaat hierbij zitten op de grond. En u gaat de benen over elkaar. 3. 2. 1. Start maar. Hou vol. Zorg ervoor dat u niet alles op slot zet, maar blijf ademen. 15 seconden nog. Als u dit te zwaar vindt, komt u wat verder omhoog of gaat u in de stoel zitten. Goed, goed, goed. Hou vol. 5, 3, 2, 1. Rust. Nog een oefening voor op de grond is de Superman. Steekt u één been uit. 3, 2, 1. En sluit hem aan. Let daarbij op dat u niet helemaal hol trekt. Dus om en om. Linkerbeen. Rechterarm. Keurig. Hou vol. Goede oefening voor de rug. Buikspieren. Goed, keurig. Zet op een rechte rug. En rust. Komt u weer langzaam omhoog. En gaan we eventjes stappen. Volgende oefening. Legt u iets op de grond. En gaat u omhoog. Dus op de grond. En boven uw hoofd. Op de grond. Let daarbij op recht terug. Niet overdreven bol. Nee, eigenlijk trotse houding naar beneden. En nog. Keurig. Zijn er bijna. 3, 2, 1. En u mag de waterflesjes weer wegzetten. Ga even stappen op de plaats. Volgende oefening is draaien met de handen. Gestrekte armen. Ja, door aan. 3, 2. Goed.
kunt wat wisselen met kleine rondes draaien. Dus kleintjes maken en een hele grote. Nu gaan we naar achteren. Goed, en weer een hele grote. Zijn er bijna. Ze gaan branden. Kom aan. En rust. Stap op de plaats. Dit waren de krachtoefeningen. Zometeen gaan we naar de cooling down. En we beginnen met de armen te zwaaien. We beginnen eventjes vooruit. Eventjes achteruit. Alle kanten op. Goed. Eventjes helemaal. Ook de ademhaling weer omlaag brengen. Nog 10 seconden. Dus let op goed op de ademhaling. Dus diep in. En uit. En de volgende oefening wordt zo meteen deze. Hou eventjes vast, let goed op de ademhaling. Ja, en start er maar. Dus diep in en diep uit. Ja, keurig. Hou daar eventjes vast. Let op dat u zo recht mogelijk buigt. Van links naar rechts. Keurig. Oké, we zijn er bijna. En rust. De volgende oefening is eentje om even de kuit wat los te gooien. We zetten zo meteen het rechterbeen voor. En we gaan daarop leunen. Dus gaan we wat voorover, gaan we wat druk zetten. Ja, kom maar. En het achterste been is gestrekt. Zoals u kunt zien, achterste been goed strekken en wissel van binnen. Achterste been goed strekken, hakken op de grond en wat op gewicht zetten naar voren. Hou vast, dan voelt u het wat trekken achteraan de kaart. Oké, volgende oefening. Dus een oefening waar we dadelijk helemaal hierboven beginnen. Zover als u kunt uitstrekken. Dus we gaan beginnen. 3, 2, 1, helemaal uitstrekken en langzaam gestrekt naar beneden. En helemaal inademen nu. En helemaal uitademen. En nog een keertje. Let er daarbij op dat u deze rustig doet. Nog een keertje. Oké. En rust. Dit was de eerste training voor vandaag. Eerste beweegmoment. Wij willen jullie bedanken. Morgen zijn we er weer. Dus ik zou zeggen, kijk morgen weer en doe lekker mee. Goed gewerkt voor vandaag. Breda Beweging werd mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Breda Nu.